Hallo, mijn naam is Friso en dit is de nieuwe BMW iX1. Vanaf 2023 te leveren bij Van Poelgeest en ik laat hem in deze video graag aan je zien. Kijk je mee? Laten we beginnen bij de voorzijde van de nieuwe BMW iX1. Daar valt gelijk op hoe robuust de nierenrillen van de nieuwe X1 zijn geworden. Ze zijn hoekiger en groter dan de vorige generatie. Daarnaast zien we een compleet nieuw en slank design van de koplampen, welke compleet klaar zijn voor de toekomst. Schuiven we op naar de zijkant van de auto, dan zien we dat de wielkasten ook een robuuster uitstraling gekregen hebben. Dit is gedaan door een wat meer hoekig design toe te passen. Verder zien we verzonken portiergrepen, welke bijdragen aan een hogere efficiëntie doordat ze aerodynamischer zijn. Daarnaast zien we aan de achterzijde van de auto een nieuwe kijk op de L-vormige achterlichten die we reeds kennen vanuit andere BMW X-modellen. En een lagere achteruit om de breedte van de auto nog beter te benadrukken. Daarbij komt ook nog een keer kijken dat de uitgebreide wielkasten een prominente bijdrage leveren aan het brede uiterlijk van de auto. In het interieur zien we een sterke focus op digitalisering. Het nieuwe besturingssysteem is te bedienen met touch en spraak en is voorzien van de laatste interface en connectiviteit. Net zoals bij de topmodellen van BMW. Wat verder opvalt is het zwevende middenconsole, waar in één keer geen versnellingspook en geen iDrive knop meer te vinden is. Uiteraard zijn er meer vernieuwingen, zoals bijvoorbeeld het M-lederen sportstuurwiel en het dashboard. Vanaf de introductie zal de iX1 leverbaar zijn met de xDrive 30 motorisering. Wat betekent dat de iX1 uitgerust is met de laatste generatie van de accupakketten, waarmee de auto meer dan 400 km range heeft. Wilt u de auto als een van de eerste rijden, dan is de auto vanaf nu al te bestellen bij Van Poelgeest. Bedankt voor het kijken en graag tot snel.